Hey Jen, jongen, hoe is het? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, goed joh. Leuk je weer te zien. Ja, het is eventjes geleden. Want wanneer was ik er eigenlijk voor de laatste keer dat je afscheid nam? Laten we daar even over hebben. Ik heb het laatst nog even opgezocht in je archieven. 2018, in september of oktober ben je hier voor het laatst geweest. En toen hadden we inderdaad een gesprek. Jules Petit was er ook nog even bij. Dat is waar, ja. Die schrok toen. Ja. Ja, die schrok. En op een gegeven moment heb jij een heel mooi stukje erover geschreven. Zoals alleen jij dat kan. En daar stond in een alinea, en daar wil ik toch even aan refereren. Dat ik toen voorspelde dat met name in de schoenenbranche tussen 2018 en 2023. En niet alleen schoenenbranche, maar hoofdzakelijk omdat ik in die branche zat. Maar detailhandel het zwaar zou hebben. Helaas heb ik daar achteraf gelijk in gekregen. Ik wist natuurlijk niks van corona af. Nee, want dat was dat zit er natuurlijk helemaal tussen nog. Dat zit er tussen. Ik heb ook geen glazen bol. Anders zou ik hier niet meer staan. Maar ja, op een gegeven moment ging het toch weer kriebelen. Ik heb leuke projecten gedaan als ZZP'er. En ja, ik miste toch wel omgang met klanten. En het gezellige Middelburg, het bruisende centrum. En ja... 2024, dus vanaf maart, eind maart, begin april ben ik weer terug. Want nu we zoveel jaren verder zijn, durf je dan nu ook weer een voorspelling te doen voor de komende jaren? Of is dat lastiger? Ik denk dat het vanaf... Ik vind dit seizoen best wel grillig. Drukke dagen, rustige dagen, het volgt elkaar in een hoog tempo af. Ik heb wel het idee dat het vanaf volgend jaar inderdaad wel weer in de stijgende lijn gaat zitten. Ja. Laten we hopen dat het dan in het Midden-Oosten wat rustiger is. En inderdaad Oekraïne ook wat meer duidelijkheid komt. Want ik heb ook wel het idee dat mensen daar toch wel een beetje angstig voor zijn. Dus, ja, maar kan u bijvoorbeeld, en dit is er ook al heel veel mensen, net voor de zomer natuurlijk gewoon heel veel slecht weer. Dus veel mensen last minute reizen, noem maar op. Ja. Maar ik was gisteren bijvoorbeeld heel erg verbaasd over de grote hoeveelheid Duitsers toch weer in de herfstvakantie. Ja. Maar dan, wat ik dan nooit zo goed over zie, geven die ook veel geld uit hun winkels? Dat weet ik dan nooit zo goed. Toevallig heb ik een paar winkeliers gesproken, waaronder... Hanna de net ook nog even. Het viel ons wel op dat in de winkels was het wat rustiger qua bestedingen. Alleen mijn buurman Kippie, ik denk dat hij gisteren een van de beste dagen ooit heeft gedraaid. Want het was wel heel veel publiek wat, het werd wel gekocht, maar het was wat meer voor tijdverdrijf en voor eten. Ja, precies. Dus ja. Ze waren ook heel sportief gekleed, de meeste mannen. Dus, en inderdaad, een groot gedeelte van Duitsland heeft nu alweer herfstvakantie. Ja, precies. Dus vandaar de drukte van gisteren. Maar goed, je hebt vertrouwen genoeg om door te gaan. Maar ook daar even over, want en je had hier dus altijd van de sloten schoenmode. Overgenomen van je ouders lang geleden en altijd prachtig voortgezet. Ja. We zijn nog steeds in hetzelfde pand. En dat is ook gewoon van jou volgens mij, toch? Ja. Eigenlijk van mijn moeder, ik huur het. Maar, ja, precies. Ja. Maar het is in de familie, laten we het zo maar zeggen. Ja, precies. Zeggen, ja. Maar nu ben je dus echt, nu ben je weer je eigen zaak gestart. Maar vertel daar eens wat over, want het heet Maat. Maat, het is Zeus voor maat, hè? Een maat van iets. Je kan hem ook invullen als Middelburg Azar Etienne of Moeders Azar Etienne. Hè? Je mag het zelf wel. Ik vond het wel een leuke naam en ik ben een wat luxere outlet begonnen. Omdat je toch van een hele hoop mensen hoort, het is allemaal wat prijzig geworden het leven door de jaren heen. En dat is ook zo. En het leek mij gewoon heel erg verstandig om dan met name een herenoutlet neer te zetten. Maar dan wel met wat betere kwaliteit voor een goede prijs. En ja, dat wordt goed opgepakt. Over het algemeen weten ze me goed te vinden. Maar outlet, je nadruk ligt nu echt wel op kleding. En voorheen was je natuurlijk schoenen. Ja. Ga je schoenen er helemaal uit doen? Of? Ik ga heel langzaam. Ik hou wel iets aan het gebied van schoenen. Maar niet meer het hele mooie geklede luxe. Want dat was ook laatst in het nieuws dat ongeveer 25% van de luxe schoenenwinkels is helaas verdwenen. Dat komt wel door het zaadje van corona. Want in die periode ging iedereen thuis werken, verplicht. En sindsdien zijn met name ook de heren gewend om op wat sportiever te lopen. Ja. En de heren- en dameschoenen sector waar ik uitkwam, het midden tot hoogste segment, dat verdwijnt heel langzaam. Ja. Dus daar ga ik mijn vingers niet meer aan branden. Nee, precies. Dan ben je gewoon eigenlijk weer helemaal terug. Van nooit echt weg geweest en dat? Eigenlijk wel. En nogmaals, vanaf dag 1 dat ik mijn winkel heb geopend, voelde het toch weer heel erg vertrouwd. En ik vind het heel leuk om te doen. Ja, en het is leuk. En je hebt je ook wel aangesloten bij de ondernemersvereniging. Natuurlijk, en daar kan ik dat toch ook nog wel een keer melden van. Want dat ben ik natuurlijk nooit vergeten. Maar jij en Connie waren toch de twee die mij ooit echt hebben voorgedragen bij de VOM. Ja. Om Wij Zijn de Stad te gaan doen. Dat is ook al meer dan 10 jaar geleden. Ja, dat klopt. Dus leuk dat je terug bent, Jan. Dank je wel. En je meisje, dat gaat ook goed, hè, Elsa. Die kan al
lang niet gesproken. Die zit natuurlijk in de Simpelhuisstraat naast het restaurant Scherp. In haar eigen onderkomen. En ja, weet je, die zit op een prima locatie. Ja, en precies. Die handel gaat eigenlijk altijd wel door. Die verveelt zich ook niet? Nee, die verveelt zich absoluut niet. Nee. Nou, super. Goed om te horen allemaal. En zet hem op hier. Ja, dankjewel. Ja, oké, top. Hoi.